Welkom bij deel 3 van Japie en Koos' onvergetelijke reis door China. In het vorige deel zag je hoe we exotische gerechten proefden in de megastad Chongqing. Vervolgens reisden we naar Guiyang, waar we getuige waren van een verbazingwekkend schouwspel. Het groeiproces van pingpongballen. In dit laatste deel is de eerste stap het adembenemende Zhangjiajie National Forest Park. Welkom beste kijkers, bij weer, bij weer een nieuwe vlog van Japie's Vlogclub. Hey beste kijkers, we zijn hier in het Zhangjiajie National Park. We waren bij de ingang, hier zijn super veel toeristen. Met toeristen bedoel ik natuurlijk Chinese toeristen, die op bezoek zijn in eigen land. En die hebben een heel ander idee bij een National Forest Park als ik. Gelukkig zijn ze dol op gezelschap, want als je een paar stappen buiten de gebaande paden zet, is er helemaal niemand te bekennen. Iedereen ging rechts, wij gingen links. Links was gesloten, stond geen doorgang, zijn we daar doorheen gegaan. We hebben ongeveer 3 uur gelopen, alleen maar een trap omhoog. En we zijn hier nu bij een huisje. Kom maar even binnen, doe ik een aparte rondleiding. Hier kan je vergaderen, we hebben hier alles. Dikke koeienkop. Nadat we ontdekten dat het plafond bezaaid was met wespennesten, vervolgden we onze tocht over het verlaten pad. Het is een wonder wat voor mooie plekjes je ontdekt als je de verboden toegangbordjes niet kan lezen. Goeie brug. Hey beste kijkers, welkom weer terug bij Japie's Vlog. We zijn hier in Zhangjiajie National Park. Hier is ook Avatar opgenomen, die film met... die heb ik eigenlijk nooit gezien, maar die is hier opgenomen. We hebben iets van 8 uur gelopen zonder iemand tegen te komen, alleen maar omhoog. Ik heb mijn beste wandelschoenen aan, kijk. Dit, kijk. Beste wandelschoenen. En zo stapten we verder op onze onvermoeibare wandelschoenen. We liepen meer dan 8 uur lang over smalle paden langs steile afgronden. We waren vastberaden om de top te bereiken, waar we beloond werden met een werkelijk adembenemend uitzicht. Welkom beste kijkers weer terug bij Japie's Vlog. We zijn nog steeds in National Park en we hebben een hele klimtocht gedaan. Een hele moeilijke route, we zijn bijna op de top en dit plekje heeft het mooiste uitzicht van het hele park. Zoals je ziet. Dus... zeker wel de moeite waard. Als je tips wil voor lopen in dit park zonder mensen tegen te komen, moet je echt aan ons vragen. Wij weten de beste routes waar je niemand tegenkomt. Hopelijk klaart het later wat op. We gaan nog hoger, misschien komen we boven de wolken en joe! Ons onvergetelijke bezoek aan Zhangjiajie duurde in totaal 4 dagen. En op de laatste dag werden we gezegend door de weergoden. De mist brak open en voor onze ogen verschenen ze dan eindelijk.
de legendarische pieken. Op de terugweg stuiten we op een huisje met een heel lief en nieuwsgierig hondje. Zijn baasje zei dat we hem wel mee mochten nemen. Het hondje liep vervolgens wel 10 minuten met ons mee voordat ik hem terugbracht. Daar stond zijn baasje klaar met een doos, zodat we hem mee konden nemen. Heel verleidelijk, maar onze reis ging verder. Met een laatste blik namen we afscheid. Op naar Changsha. Dit is onze straat van het hotel bij Changsha. Oké, het ziet best wel vet uit. Alleen, je ruikt niet wat we hier ruiken, want het is fucking vies. Overal winkels met honden. Ik kan alleen laten zien. Hier, kijk, helemaal vol met honden en katten. Aan de overkant is viswinkel, staan ze gewoon op de straat vissen kapot. En dan doen ze dat helemaal opensnijden, zo is heel vies. En het stinkt als een man. Hier katten op straat, overal honden vissen. Maar het ziet er best vet uit. Vanuit Changsha gingen we met de trein naar Shenzhen. Shenzhen is een moderne miljoenenstad en ligt aan de kust tegen Hongkong. Er waren overal nog sporen zichtbaar van het tyfoon die dit jaar voorbij raasde.